zit in de auto naar Parijs. En daar ga ik twee gasten ontmoeten. Die mij een deel van Parijs laten zien waar eigenlijk bijna niemand is geweest, want je mag er ook niet komen. Want onder Parijs schijnt een gigantisch catacombestelsel te zitten met iets van 300 kilometer aan verboden tunnels. Ja, die twee gasten die ik vanmiddag ontmoet, die hebben als hobby om daar stiekem in te gaan en dat gebied in kaart te brengen. Dus zij kennen de vetste plekken van het hele grote gebied. Ik mag vannacht met hen mee die tunnels in om dat dus mee te maken. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Danny. Ik ga het filmen, wordt vet spannend. Ik ben benieuwd. Er is een heel klein deel van het catacombestelsel wat openbaar is voor het publiek, iets van 1,5 kilometer. Wil ik eerst even gaan kijken vanmiddag om in de stemming te komen wat het nou precies is. En natuurlijk is het weer kut weer. Hier staat een maquette van hoe het ongeveer werkt. Je hebt dus gewoon hier de stad. Dan eerst de metrotunnel. En daaronder nog, dus onder de metro, zit dus een hele stad aan gangen en dingen. Ja, daar gaan we in. Dat is toch te vet? De gang waar we nu in lopen is helemaal afgesloten. Het is gewoon één rechtlijnige gang waar dagelijks duizenden mensen overheen komen. En hier kan je al een stuk zien waar je dus gewoon die hele stad in kan. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt, want hier hangen netjes lampen, alles is helemaal goed geregeld. Maar vannacht wordt het dus gewoon een soort wilde tocht daarin. Dit is het Rijk van de Doden, want een groot gedeelte van het gangenstelsel werd in de 18e eeuw gebruikt als opslagplaats of begraafplaats van vooral beenderen. Dus volgens mij gaan we zo meteen onwijs veel skeletten zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of die ook in die illegale dingen liggen. Dat hoop ik niet. Zo bizar, hier liggen dus echt, nou, je ziet stapels en stapels met botten, keurig opgestapeld, en het gaat maar door hier. Wat vreemd vind ik, is dat er redelijk, ja, ik heb het idee dat er minder schedels liggen dan, of is dit zeg maar één lichaam. Maar het is echt te bizar, dus gewoon hier liggen gewoon duizenden mensen. Gangen met die botten, die gaan maar door en door en door. Dan moet hier wel zo gigantisch veel mensen liggen. Dat op een gegeven moment wordt het zo surreëel. Je kan je helemaal niet meer voorstellen dat dit iemand was. En die andere duizenden, zo niet honderdduizenden ook. Het is een heel raar idee. Als het ergens zou moeten spoken, dan moet je hier zijn. Dit was echt wel onwijs tof om te zien. Het gangstelsel nog niet echt, omdat het soort ja, belopen paden zijn. Maar die botten zeg. Heel wat anders denk ik dan vannacht, maar we gaan het zien. Ik heb hier bij een metrostation afgesproken vanavond met Rocco. Dat is een van de gasten. Maar ja, ik heb hem via internet ontmoet, dus het is maar de vraag of hij hier zo meteen is. En dan gaan we even doornemen wat we vannacht allemaal gaan doen. Nou, dat ging prima. We gaan iets vroeger als gepland en we gaan met 3 gasten vanavond. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ze hebben goede verhalen erover. En het is gewoon zo'n raar idee dat waar ik nu loop, gewoon super veel gangen zitten. Nou, het is gewoon vet. Oké, het gaat beginnen. Ik ben met Rocco. Rocco zelf wil niet in beeld komen, de andere twee gasten wel. We gaan hier een soort oude verlaten treintunnel naar binnen. We moeten oppassen dat er geen politie is. En daar moeten we een heel eind doorheen lopen en daar schijnen we ergens dus die catacombes in te kunnen. Zo.
Checker, die een oude spoorlijn. Sta je nou even een tijdje te wachten en in die paar minuten zijn er al een stuk of 5-6 mensen langsgekomen. Want in het weekend schijnt het echt een ding hier te zijn. Maar het is ook een soort besloten clubje. En het is heel lastig om ze te filmen, want ze kijken ons heel argwanende ogen aan. Die camera vinden ze niet relaxed. Omdat ze het idee hebben dat het tv is en ze willen geen journalisten erin. Dus ze moeten heel erg op onze hoede zijn en niet die gasten te veel in hun weg zitten. Want dan kan het misschien wel eens vervelend worden. Hebben ze me ook voor gewaarschuwd. Sommige gasten zien het echt als hun tunnels en daar moet niemand van buitenaf komen. En zeker niet iemand met een camera. Dit is de ingang waar we naar binnen gaan, midden in zo'n lange treintunnel. Ik ga beginnen. First class is going to be a bit slow and a bit difficult, but it gets easier after. Right. Ik ben een klein beetje claustrofobisch. Dat is niet helemaal nog mijn ding, maar ik hoor het wordt hierna wat wijder. We lopen hier nou een kwartier of zo door die gangen. En overal gaan we gangen links, rechts, alle kanten op. Als we hun kwijtraken, dan zijn we echt gewoon zwaar gepakt. Ja. Dus laten we door. Onder geen gedichten. Nee, echt niet. Hier lijkt dus een waterput, maar vroeger ging hier dus een tunnel nog dieper naar beneden. Dat zit nu onder water. Ik hoop niet dat het hard gaat stijgen. En wat ik ook meteen echt merk, je loopt direct over stenen, het is glad, je kan makkelijk vallen. Dus als je je been breekt, kom je er gewoon niet meer uit. Dus let op je stappen. About 1700 or 1800, they started to build these galleries to consolidate everything here. So to know where they were, they just put this these things, the names of the streets. Salle du Château, een soort chill uitroepen. En er staat er gewoon een kasteel. Who made this thing? A guy called Jeje van France. With some artist. Ja, yes. Op naar de volgende kamer. Plantenkamer. Ik blijf me verbazen. Oh yeah. What's in here? Only for above 18, that's all. Okay, the X-rated room. Yeah. Dit is de kamer van de orgies. Nou, de orgies is in ieder geval flink tekeer gegaan met een teddybeer en een opblaaspop. Dit soort shit niet trekken, dus echt niet. En wat ik me ben vergeten te vertellen, het is vandaag ook nog eens vrijdag de 13e. Eigenlijk helemaal niks verteld over de geschiedenis van deze tunnels. Waar komen die dingen eigenlijk vandaan? Gabrielle weet daar meer van. What exactly are these tunnels? Where did they come from? Beginning it was sort of quarries to bring out the stone for construction. Yeah. And afterwards they were consolidated.
And the part where we're actually here is called the cellar, because it was afterwards reused for wine cellar. But it was also used in the war, wasn't it? Yeah, afterwards, yeah, it was used for civilian people to hide during the bombings. There's also some parts which were the German headquarters also, which were underground. Yeah. And finished with, you also had the resistance, which wasn't very far from the Germans, but which were underground also right. In 1944. There seem to be lots of people coming in here mm-hmm. on the weekends. Is there a special culture or? Yeah, definitely. Yeah. No. Zwaar relaxed van potje. Ja, je wordt hier gewoon gechilled, er wordt gegeten, er wordt gedronken, er wordt gerookt. Geneukt heb ik zelfs gezien ergens. Echt, je moet hier gewoon zijn. Nou, er zitten daar weer een aantal andere mensen die we tegenkomen. Maar het is steeds niet verstandig om ze te filmen, want ik kreeg net al wat argwanende blikken. Zo diep zitten we dus. Daarboven is de straat. Wat zal het zijn? How many meters is it? 25? 15, 20. Het is echt een heel erg kut idee. Deze tunnel is dus gewoon ingestort. En daarom kruip je dus onder zo'n stuk door. En elke keer als ik kruip, denk ik van kanker, ga niet nog meer naar beneden. Both parts there were chemical toilets from the Germans. Flauw natuurlijk hier, maar ik moet ook wel laten weten dat Sixpack hier was. Mocht je dit ooit weten te vinden, dan drink een biertje, weet je. Het is 3:30. We lopen hier al bijna 8 uur rond en het is tijd om een keer naar boven te gaan. Ze zijn nu een plek aan het zoeken waar dat kan, een of andere putdeksel. Maar dat verandert vrij snel, de ene week kan het nog wel, dan weer niet. Oké, we zijn net uit het gat geklommen. Wat is er nou? We zijn net uit het gat geklommen. En de politie heeft ons gepakt. Ik wil niet echt filmen. Ik hoop dat het goed afloopt. Fuck, dat is even schrik te zeggen. Heb je zo'n zware, spannende dag gehad? Kom je die put uit? En serieus, wat jullie niet gezien hebben, er stonden iets van 20 wouten. Er kwam het leger nog bij. Dus ik dacht echt, die tape zijn we kwijt, die camera's zijn we kwijt. Alles wordt in beslag genomen. Maar na een uur daar gestaan te hebben, en hoe laat is het nu? Is het 5:30. Te lange dag, wel een hele mooie dag. Dankzij die gasten die mijn tunnel hebben meegenomen. Doe het niet alleen, het is super gevaarlijk. Maar het is echt te bijzonder. Ik ga slapen.